Jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van het eSports Nieuws. Het nieuwsprogramma waar we jullie iedere woensdag op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen van het eSports Nieuws. Van het eSports. Naast me zit Marcel. Ja, hoi. En naast mij is het Peter. Hoi. En wij trappen deze week... Hoe is het met je? Ja, goed. Mooi. Fijn. We trappen deze week af met het grote nieuws. Het was echt wereldnieuws. Ik zag het zelfs in de normale journailles. Er was echt... Soms heb je zo'n stukje e-sport wat even e-sports overstijgt. Wat wereldwijd even een hype is. Dat zelfs je grootje, je moeder... Wie dan ook zegt, ach, waar was jij toen Pokémon Go uitkwam, dat soort dingen. Maar waar was jij toen Hartwell zijn concert, want zo kunnen we het wel noemen, had tijdens het even enerverende Katowice toernooi. Tijdens IO Katowice inderdaad. Ik wou het er even met je over hebben, Peter. Ik heb je toen straks het filmpje laten zien van hoe het publiek reageerde op Hartwell. En ja, wat vind jij waar ervan? Waar was jij? Everybody fucking jump! Ik zat ernaar te kijken en ik was iets van, ik vond zelf als spectator vond ik het best wel grappig, weet je wel, en leuk voor die mensen daar, dacht ik. Alleen toen ging de camera over het publiek heen en toen dacht ik van, oh, volgens mij zie ik daar gewoon Pokémon Go, WhatsApp, die zijn mail aan het checken, die zijn twitteren. Ze waren gewoon allemaal op zijn telefoon en een beetje voor zich uit aan het staren. Ja. Niemand was aan het dansen. Niemand had er zin in. Nee, daar leek het wel op. Nee, dat is zo. Voor dat soort feesten heb je gewoon een soort vibe nodig. En die vibe is er niet in videogames. Ja, het was de openingsshow, hè? Dus de finale moest daarna gespeeld worden. Alleen, het leek niet heel erg goed aan te slaan. Want ze hebben op zich bij League of Legends, bij het wereldkampioenschap, hebben ze Deathmouse laten draaien. En dat vond ik echt, dat ging echt een show. Maar dat was ook op het eind, redelijk los. Nee, dat was ook voor de finale. Oké, maar wat was dan het verschil? Nou ja, misschien een ander soort muziek. Oké. Okay. Ander soort publiek, want Deathmouse is misschien meer met gamers dan een Hartwell, denk ik. Ja, maar Hartwell wil nu echt onder de gamers de gangster zijn. Oké. Okay. Die wil nu echt gaming en DJ'en combineren. Zei die in een interview, las ik. Ik heb verschillende interviews met hem gelezen inderdaad. Ja. Er was een Twitch-kanaal voor hem geopend. Ja, en, ja. Heel erg hard. Alleen ja, als startje had ik zoiets van... Ouch. Ja. Ik was niet heel enthousiast. Ja, wij hebben wel eens een lunch. Het is misschien een leuk verhaal tussendoor. Het is niet leuk, zet je door naar over ongeveer 20 minuten. Want mijn verhalen zijn vaak heel langdradig. En we hebben een keer een lunch event gehad van een Call of Duty. Niet important welke, ik weet het ook niet meer. En dus daar draaide Afrojack. En, dat was ik ook. Ja, echt? Toen kennen we elkaar nog niet. Jawel. Niet. Oh, dan was het misschien een ander keer. Oké. En toen was dat ook een beetje zo. Want je bent daar om een game te checken. En je bent er helemaal niet in de vibe om een avond helemaal los te gaan. Weet je, de meeste mensen zijn dan ook nog met de auto. Dat was in Nederland bij ons een beetje het ding. Hè? Want we doen het toch voor ons werk. Dus dan, snap je wat ik bedoel? Je gaat ook niet op woensdagavond een slaapplek ergens regelen. Want je gaat helemaal los omdat je... Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. Dus misschien lijkt het een beetje of de DJ's een beetje misplaatst worden. Ze zijn misplaatst. In de industrie, ja, maar ik heb Afrojack ook gezien laatst bij het launchfeestje van Final Fantasy 15. Toen heb ik echt hele lovende dingen over hem gehoord. Omdat hij toen echt Final Fantasy muziek super mellow, maar super mooi ging draaien. En dat was heel erg in de vibe van de game. En ik vind dat een DJ... Ik snap dat je eigen ding wil doen. En ik snap dat het super vet is als er duizenden mensen stomdronken en met coke volgepompt op jouw muziek staan te bieten. Maar dat moet je gewoon niet doen aan het begin van een gaming toernooi, want het slaat nergens op en niemand heeft daar zin in. Ja, dus inderdaad. Misschien zie je het als een leermomentje, net zoals Afrojack dan gedaan heeft. Ja. Meng die game muziek met jouw eigen spul. Met je eigen muziek. Ja, nou, CSGO heeft CSGO echt eigen... Nee, maar je zou wel, in ieder geval, je moet ook iets doen om je markt een beetje te leren kennen. Niet zomaar kopiëren wat op bepaalde hardstylefeesten werkt. Bij Deathmouse trouwens, daar hadden ze een hele grote soort wand omheen gezet. Die was er zicht, waar je hem in kon zien. Op die wand deden ze een soort anime-achtige tekenfilm. Nee. Van alle League-spelers ging daar op de beat, ging dat rond. Dat was echt mega tof. Ja, nou, dan doe je in ieder geval iets. Oh, nou goed, maar niet. Goed, laten we doorgaan met het echte I Am Katowice, met de CSGO die daar gespeeld wordt. Want de CSGO en de StarCraft finale. Oh, wij kregen trouwens dit mailtje ook nog even. Ik wilde het even noemen. Ja, Erik heeft ons gemaild. Wij hebben... Mag ik ze achternaam noemen?
Erik W. Erik W. Te H. Die heeft gemaild net vrij. En die dacht direct toevallig, ik ga nu mailen. En die wilde Marcel vooral bedanken voor het leuke item. En die had ook dit getipt als nieuws. Dankjewel. Super bedankt dat je mailtje stuurt. Vind ik echt hartstikke leuk. Goed. Hij heeft ook een eigen kanaal. Hoef je ook mij niet meer te zien. Zie je alleen maar hem. Dat zie je mij nooit. Alleen hier. Kijk. Dat is waar. Maar goed. CSGO finale. Die was gespeeld. En wat blijkt. Ja, ik zat er toch naast bij mijn vorige tip. Bij Las Vegas. Dat de Asterum ging winnen. Bleek ze niet te winnen. Deze keer wel. Oké. Okay. Deze keer hebben ze wel gewonnen. En ze hebben. Even kijken. Ze hebben gewonnen van FaZe. Van Team FaZe. Met 16-12, 16-12 en 16-13. Nou, dat is dus redelijk close. Maar ja, wel één grote stomp. 3-0. En ze hebben daar gewoon 104.000 euro mee verdiend. So good from Device. Everyone in the world would have attempted to take that shot. He knows it's a bait. Waits it. Finds it. Stays alive to get three. That is incredibly smart from Device. Yeah, that's beautiful CS from him. Glaive and Dupree pushing up from Banana. It's all on the newest acquisition and it's all done. Astralis win. Three maps, they bring Inferno in early. They knew exactly what they wanted to do. And not only are they your major champions, they are your fortified number one team in the world, the IEM Intel Extreme Katowice World Championship. Heb je dit gezien? Want ik weet toevallig uit de wandelgangen dat jij het hele weekend Horizon Zero Dawn hebt gespeeld. Jij hebt helemaal geen e-sport ik gezien. Ik heb de samenvattingen gekeken. Oké. Okay. Hebben ze ook samenvattingen? Ja. Daar haal ik jullie allemaal stukjes van. Oh, wat vet. Voor de video. Nou, leuk. Maar ik heb de samenvattingen gekeken, want Horizon Zero Dawn moest ik even gespeeld worden. Snap ik wel. Nog steeds. Bijna klaar. Bijna uitgespeeld. Daarnaast was er ook nog een keer een StarCraft finale. Een van de grote. Want StarCraft, zoals je weet, wordt misschien iets minder gespeeld en behandeld de laatste tijd. Maar nog steeds is het groot. Nou ja, onder een bepaalde groep. Dat blijkt maar weer, want de hoofdprijs was deze keer $100.000. Dat is echt sick. Dat is wel bijzonder. Als je eerst wordt vernieuwd in 100k. Ja. Nou ja, de top 4 was niet heel verrassend. Alleen maar Koreanen. Ja. Die domineren de scene nog steeds. De winnaar was Thank You of TY geworden. Ja. Harström en Utilma hebben meegedaan, twee Nederlandse spelers. Het zijn helaas niet door de groepsfases heen gekomen. Ja, dat zeg je nu, maar het is toch vet dat ze er zijn. Ik vind het sowieso goed dat ze gekwalificeerd zijn en ze mee mochten spelen. Ze spelen natuurlijk StarCraft, dus misschien, net na de piek, laten we het zo heel positief zeggen. Ze spelen al een tijdje natuurlijk, hè. Ook met de piek speelden ze ook al. Maar, ja, al zo lang? Ja, maar ze zijn ook al zo groot. Nee, het is allemaal gegroeid. Harström is wel iets groter geweest hiervoor, zeg maar. Maar je trail was nog steeds een stijgende lijn. Ja. Dus mochten Nederlanders zich willen aanmelden voor het Red Alert 2 toernooi wat eraan zit te komen. Jullie kunnen waarschijnlijk heel erg veel. Dit is een I kid with love. Ja, maar, goed gedaan. Ik wou zeggen, je trail was bijna uit de groepsfase gekomen. Ja. Maar helaas nog niet. Dat is jammer. Oké. Okay. Hey. Dan gaan we naar League of Legends. Inderdaad, ja. Want Xpeke, de eigenaar van Team Origin, die was vroeger pro-speler. Toen zei hij van, ik ga een eigen team starten. Heeft hij inmiddels gedaan. Toen zei hij, toen kon ze op een gegeven moment geen midlane vinden. Nee. Zei hij, nou... Dan lukt het wel. Dan lukt het toch? Waarom ook niet? Ja. Nou ja, inmiddels hebben ze een midlaner gevonden. En wat blijkt, nou is de support is daar van hun weg gegaan. En toen zegt Xpeke, geen probleem, vul ik ook gewoon op. Wat vet. Dus hij gaat nou gewoon weer spelen. Is ook wel, het kan ook meer. Met League of Legends kan het wel. Dan heb je je reflexen niet zo nodig. Nou ja, het is wel een hele andere rol. Je moet het wel nog kunnen, zeg maar. Meestal zijn ze heel erg Maar in CSGO heb je de leeftijd heel snel tegen je, gewoon qua snelheid. Ja, dat is waar. Bij League of Legends kun je langer volhouden, laat ik het zo zeggen. Dat is waar. Maar het is wel een beetje alsof Danny Blind zeg maar gaat invallen. Precies, hij is begonnen als AD Carry, daarna heeft hij midlane gedaan en nu gaat hij de support spelen. Ja, het is heel erg bijzonder inderdaad, ja. Hij heeft een hele grote fanbase. Heel veel spelers en mensen zien hem heel erg als een soort van cultheld, zeg maar, binnen de League of Legends scene. Leuk. Dus ik ben heel benieuwd, ik ben blij dat hij weer gaat spelen. Hey, en daarnaast is er nogal interessant nieuws. Er is een cheat bij League of Legends. Of er zijn van die bedrijven die verkopen van die cheats. Weet je wel? Van dat je kan hacken, dat je kan botten van die scripted, heet het dan. Dan gaan je skills gaan automatisch goed. Ja. Er is een rechtszaak geweest, want Riot zegt natuurlijk, flikkeren en dat. Met LeakSharp. Dus weten de makers van de cheats. En die moesten gewoon even $10 miljoen betalen aan Riot om eronder uit te komen. Jij zegt compromis, dus het is geschikt. Het is geschikt, ja. Maar op 10 miljoen. Op 10 miljoen. Dan hebben ze ook zelf wel gezien dat ze niet over kans zouden maken. Ja, het is eigenlijk redelijk illegaal, want dat hoort niet. Nee. Dus, maar dat ze het zomaar even kunnen ophoesten, betekent ook wel dat ze er veel geld aan hebben verdiend. Waarschijnlijk wel, ja. Die hoeven de rest van de tijd denk ik niet meer te weg. Ik heb nog nooit iets geschikt voor 10 miljoen. Ik ook niet. Nee, maar mij houden het na 2 ballen op. Precies, ik heb 3,5 dan, maar oké, maar niet. Hey, daarnaast is er nog nieuws vanuit Overwatch. Ja. Onze Tom speelt natuurlijk heel erg vaak en er is een nieuwe hero gereleased. Ja, heb je allemaal kunnen lezen op games.nl? Inderdaad, ja. Ze heet Orisa. Dat was wel grappig, want ze is volgens de lore is ze 1 maand oud.
Dus het is wel grappig, alsof je een baby in elkaar zit te stompen, zeg maar, als je tegen vecht. Ja, het is een robot. Dus maakt niet uit. Ja, denk ik, verklaar het even. Zeg ik even erbij. Ja, dank je. Het is een tank. Ze heeft hele vette skills. En ik zie heel erg veel potentie in deze hero. Ik denk dat ze heel veel pro-players toch wel haar gaan oppakken. Want ze kan bepaalde skills blokken. Bijvoorbeeld Reinhardt. Die komt op je afchargen. Ja. En die kun je bijna niet afweren. Maar zij kan die gewoon... Fuck jou. Oh, dus Oké. Dus maakt... Ze maakt ze een soort tank. Ja. Ze heeft een schild tussen gewoon oproepen. Nee, wat ik wil zeggen is dat je bij Hearthstone natuurlijk... Toen gingen ze opeens allemaal nieuwe kaartjes uitbrengen. En kaartjes die opeens ook oude kaartjes weer konden blokken. Die vroeger niet geblokt konden worden. Toen gingen ze het allemaal veranderen. En toen op een gegeven moment werden ze zo veranderd dat ze nu zoiets hebben gezegd van... Nee, we stoppen er weer mee. Back to basic. Over Hearthstone gesproken trouwens. Het staat niet in mijn script. Maar er zijn heel veel spelers die zijn aan het weglopen bij Hearthstone. Waarom? Omdat ze zeggen dat Blizzard de competitie niet heel serieus neemt. Maar juist wel, toen zijn al die regels aan het veranderen nu. Ja, nou, daar zijn ze iedere keer mee bezig. Maar omdat ze het al zo vaak overhoop hebben gegooid, zeiden ze van, ja, dit is gewoon een lachertje. Ja, maar het vervelende is, er komen nieuwe kaarten. Ik snap het wel, weet je. Het is net alsof je een deck van 52 kaarten hebt. Eindelijk maar dat morgen gaat iemand zeggen, we doen nou al 30 jaar met 52 kaarten. Morgen komt er iemand, ik heb hier 4 fucking goede kaarten. En die verslaan de aas wel. En dat is in games heel normaal. Maar op een gegeven moment, als je ergens aan went en je wordt ergens goed in en je gaat echt toernooi spelen, je gaat toernooi winnen. En opeens komt er een of andere guy die helemaal niet kan spelen, maar die heeft toevallig zich geoefend met die nieuwe kaarten. Je weet gewoon niet hoe je moet verweren. Ja, nou daar lijkt het wel erg. Maar dat kan met Overwatch dus ook zijn. Dat is het punt wat ik wilde zeggen. Het is nu nog niet, maar het kan gebeuren het is straks. Het is één hero. Mensen zeggen al, mensen die heel lang League of Legends spelen bijvoorbeeld, die zeggen al van ja, nou is het helemaal niet meer leuk en alle dingen die ze veranderd hebben. Ja. Heel de game ziet er niet meer uit zoals die 5 jaar geleden eruit zag. Nee. Dus maar goed, hè, het is goed dat dingen blijven veranderen. Het concept blijft hetzelfde. Maar ja, met Hearthstone, blijkbaar is het, vinden de spelers het heel erg moeilijk om ermee om te gaan. Ja, onze leukste Falco, die is e-sporter bij de Games Treble Strat. In de WK zien die Daniel For Honor spelen. Dat vonden we heel erg mooi om te laten zien. We willen dat For Honor e-sport wordt, vinden we vet. Maar kijk nu gewoon For Honor op de afstand. Maar goed, maar niet. Kijk, lijkt van de camera kijken, maar in principe zijn we helemaal niet aan het letten. Ja, dat is onze... Hey, maar sorry, leukste Falco, die speelt bij de party in Eindhoven met Paas in april. Mag je ook komen. Maar daar hebben ze ook regels aangepast. Ja? Ja. Ik bedoel, dat weet ik. Ik manage die shit, dus dat weet ik. Ja, nee, de regels aangepast. Ik heb niks te vertellen, maar misschien voor de kijkers wat de regels van precies ik weet niet welke regels precies aangepast, maar ik heb het met Falco over gehad. En die was er wel blij mee, want het betekent dat je zonder nieuwe shit, dat doen ze dan weer niet. En dan maken ze het meer basic, zeg maar. Zodat het een soort van leveler playing field is, eerlijk gezegd. Ja, speelveld. Precies. Dat wil ik ook zeggen, maar blij dat je het zo weet te verwoorden. Dank je wel. Daarnaast is er eigenlijk vrij weinig gebeurd. Katowice is afgelopen dan. Er is nou, je praat gespeeld... al maanden over Katowice. Ja, dus het was wel afgelopen. De highlights waren wel tof, moet ik zeggen. Het is dat Horizon Zero Dawn net uitkwam, anders had ik er echt meer tijd aan besteed. Lak smakken. De E-divisie is niet geweest afgelopen week. Of in ieder geval, die moet morgen gaan spelen. Hetzelfde geldt voor de Dutch College League. Dus, ja, maar wacht even, de E-divisie die speelt toch als de Eredivisie Club spelen? Dus dat was toch dit weekend bijvoorbeeld Feyenoord-Sparta? Ja, maar die doen dat pas morgen online zetten. Oh, oké. Dus ik kan nog niet kunnen zien wat het geworden is. Maar vorige week heb je het wel verteld? Vorige week heb ik het wel verteld. Maar waarom doen ze het nu pas op woensdag online zetten? Dat doen ze altijd. Maar hoe kan je het dan vorige week wel omdat vertellen? Omdat ik het vorige week woensdag opgenomen heb met jou. Oh ja, dat is waar. Oh shit, man. Tijdcapsule. Tijdcapsule. I know. Oké, nou ja. Dus daar gaan we naar kijken. Dus we wachten erop. Dat komt morgen inderdaad. Dat kun je dus zien wanneer deze video online komt. Ja. Daarnaast, de Dota Kiev Major gaat binnenkort weer van start. De voorrondes zijn bezig. Teams zijn gaan kwalificeren. Daar kun je de komende weken naar kijken. Ja. Dat is gisteren gestart. En dat gaat heel de week nog door. En hebben wij nog één heel kleine kijkersvraag. Tenminste, eigenlijk een vraag van ons aan een aantal kijkers. Wij willen weten wat er gebeurt met Ezo Benelux. Want wij hebben de Games Rebels in stelling gebracht. Die willen nu beginnen. Dus aan de organisatie, wanneer beginnen we met ESL Benelux? Want heel veel teams willen weer een nieuwe ronde spelen. En jullie mogen daar antwoord op geven via Twitter, @gamersnet. En jullie kennen Marcel ook wel, daar kun je ook antwoord op geven. Tot zover. Dankjewel voor deze super vet e-sports nieuws. Ja, geen probleem. Blij dat het weer een keer even gedaan hebben. Ja, en hij wordt elke week ook langer, merk ik. Maar ik vind het gezellig. Ik vind het altijd leuk om met Marcel even bij te praten. Sowieso. Jongens, vond je dit nou een leuke video? Schroom vooral niet om even te liken. Of je dit nou kijkt op YouTube, op Twitter, op Facebook, op Twitch. Of op Gamersnet. Of op Gamersnet.nl. Download het de apps nu het nog kan. Dankjewel ervoor. Dankjewel Marcel. Geen probleem. En we spreken jullie bij welzijn en gezondheid weer volgende week. Woensdag voor een nieuw e-sports nieuws. Nice.